Hoi, mijn naam is Rijk Hofman. Welkom bij MTV Now. Vanaf binnenkort kan jij je favoriete Red Hat bekijken in een documentaire. Ja, want Apple heeft namelijk de rechten gekocht van de documentaire Songwriter, die dan weer gaat over Ed Sheeran. Ja, hartstikke leuk. Hij was al eerder te zien in Berlijn op een filmfestival, maar vanaf binnenkort kunnen we hem dus allemaal gaan bekijken. En de regisseur is dan niemand minder dan Ed Sheeran, zijn eigen neef. Die begon hem namelijk al te filmen voordat hij bekend werd. Zo kon hij beter leren filmen en kon Ed Sheeran de filmpjes uploaden op bijvoorbeeld YouTube, MySpace, zonder dat ze eigenlijk allebei wisten dat Ed Sheeran ooit de allergrootste artiest van de wereld zou worden. Gaat dat zien! De cast van X on the Beach is bekend. Er werd al flink gespeculeerd nadat vorige week de sneak peek online kwam. X on the Beach, seizoen 3. Ja, en ik moet je zeggen, sommige van die speculaties die klopten wel. Zo zal niemand minder dan topverleider Alex dit seizoen zijn exen uit de zee zien verschijnen. Nou, wil je dit nou zien? Dat kan. Heel binnenkort zelfs. 6 mei op MTV. Kijk, fantastisch. Het is geweldig. Het is mij weer een zorg minder. Want dames en heren, mocht er iets gebeuren met mijn penis en balzak, hoef ik me niet zorgen te maken voor een leven zonder. Nee, er is namelijk pas geleden voor het allereerst een transplantatie van de penis, een huwelijkszaakje eromheen, uitgevoerd. Succesvol wel te verstaan. Die transplantatie die is dus uitgevoerd bij een Amerikaanse militair die in Afghanistan zijn hele zaakje was verloren. Ze hebben goed nieuws, want ze verwachten binnenkort al dat hij kan plassen door zijn piemel. En sterker nog, hij kan daar ook seks mee hebben. Nou, vind ik hartstikke mooi. Keep it up. Kanye West for president. Ja, de rapper die al meerdere keren heeft geroepen dat hij de president van de Verenigde Staten wil worden. Zoals hier in 2015. I have decided in 2020 to run for president. Hij heeft dus een tijdje niks laten horen hierover, totdat hij deze week deze tweet plaatste die hij daarna ook verwijderde. En zoals je ziet zijn zijn plannen 4 opgeschoven. En het is nog een beetje onduidelijk of hij deze posters echt zelf heeft gemaakt of iets heeft geretweet van een fan. We hopen natuurlijk op het laatste. Lil Kleine die heeft een nieuwe auto. Ja, dit is hem. Het is een Mercedes. Ik heb niet zoveel verstand van auto's. Maar gefeliciteerd Lil Kleine. Ik hoop dat je er blij mee bent. Dit was MTV Now. Ik zie jullie volgende week.